komen we op de basdrum techniek. Klein hoofdstukje. Voor het beheersen van je basdrum heb je eigenlijk bijna aan één boek genoeg. Het boek van de man met de lelijkste trui op aarde, Colin Bailey. Maar wat is het een goed boek. Ook Amerikaanse topleraren als Freddy Gruber lieten Dave Weckl, Steve Smith, Neil Peart allemaal spelen uit dit boek. Je kunt de oefeningen gebruiken om uit je enkel te spelen. Dus gewoon... Maar ook Freddy Gruber's constant release techniek kun je trainen door... Swivel techniek. Je kunt allerlei soorten technieken loslaten op de oefeningen in dit boek. Je begint met de basdrum alleen, maar dan ga je oefeningen spelen voor snare en bas. Bijvoorbeeld... basdrum erin, dan worden de patronen wat moeilijker. Maar wil je meer coördinatie, dan ga je bijvoorbeeld dit doen. Zo kun je met het boek lang vermaken en je rechtervoet wordt steeds beter en steeds sneller. Het aantal basdrumnootjes wat je moet trappen wordt ook steeds groter. Dus je begint met 1, 2 noten, maar uiteindelijk zit je groepjes van 3, 4, 5 en 7 zelfs te slaan. Dus dan krijg je bijvoorbeeld... enzovoort. Basdrum wordt ultiem getraind. Ja, meer boek heb je daar eigenlijk niet voor nodig. Je kan het ook op je andere voet loslaten natuurlijk. Colin Bailey's Basdrum Control. Als je naar zijn dvd kijkt, want die bestaat er ook... kun je zien dat hij het zelf ook nog kon en ook nog eens behoorlijk hoge snelheid. Het geheim van Colin Bailey voor de goede basdrumtechniek: je heel zo'n stukje boven je pedaal en het meeste dus met heel up gespeeld. Daarmee speelt hij de snelste riedeltjes. Dan moet genoemd worden die Encyclopedia of Double Bass. Ik zou hem hier graag vast willen hebben, maar ik heb het boek uitgeleend en ik heb het niet meer. Als je double bass wil leren spelen, die Encyclopedia of Double Bass van Bobby Rondinelli, dat is eigenlijk het boek. Als je dat hebt, heb je verder eigenlijk niks meer nodig. Ik wil er graag nog eentje noemen, die ik wel bij me heb. Double Pedal Gold. Zo mogelijk, zo even leuk. Dat is trouwens ook een heel lelijk boek, vind ik. Maar de stof die erin staat, erg goed voor het enorm ontwikkelen van je bassdrumvoet. En het ook toepassen in ritmes, in fills. In allerlei soorten stijlen, metalachtige dingen, maar ook met losse roffeltjes op je bass. Misschien is dit uiteindelijk nog wel iets beter dan Encyclopedia of Double Bass. Dus kijk door de lelijkheid van de hoes heen. En je hebt met een vrij dun boek toch heel veel basdrumstof in huis.